joh. Ben jij er klaar voor, pa? Ik wel. Wij moeten langs deze ballon manoeuvreren, maar dat is nogal ingewikkeld. Zo, we gaan goed laag nu. Ja, we zitten bijna in de achtertuin van de mensen. Je kan zo die daken aanraken. Ja. Hier even gang houden. Nou pa, we kunnen na deze trip ons eigen Dakar-team nog wel oprichten. Ja, hier hebben we zo'n ding. En de gangen van deze stad lopen tot zo'n 80 meter diepte. Ja, en in zo'n ondergrondse stad overlijden er ook mensen natuurlijk. Ja, lopen verder. Het is nog niet jouw tijd. Nee, mijn tijd is niet. Moet je kijken. Sommige gangetjes zijn echt mega krap. En ik ben pa ook kwijt. Pa. Pa. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Bereid je maar weer voor op een avontuur van een half uur. We nemen je mee naar het wonderschone Cappadocië. United in TOB. Hoi. Zo, dat was een drukte in de vallei vanmorgen. Ja, dat is een vroegertje. Zo. Pa, half 8. Half 8, pa werd wakker. En die zei, kom eens even kijken, want er is volop reuring hier in het... Een lijntje open. En toen waren ze bezig om die ballonnen allemaal op te blazen. Ja, en dan hoor je allemaal... Ja. Een hele slechte imitatie van een ballonnenblazer. Maar dat zie je dus overal in het dal. Ja. Op een gegeven moment denk je van, nou, het zijn er maar een paar. Ja. Nee, want ze komen dan... Op een gegeven moment allemaal stuk voor stuk omhoog. Nou, het waren er denk ik wel 100. Ja. Dat zal waarschijnlijk in het hoogseizoen veel meer zijn. Want er is natuurlijk meer klandizie. Ja. Ja. Maar de omstandigheden waren goed. En dat is niet iedere dag zo. Nee. Ik heb gehoord van mensen die zeiden dat het 8 dagen achter elkaar niet gevlogen werd. Te veel wind. Ja. Onrustige atmosfeer. Ja. Maar vanmorgen was het feest. Morgen is de zon schijnt natuurlijk. Het landschap van Cappadocië staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. En is ontstaan door een combinatie van vulkanische activiteit, erosie en door de mens. Miljoenen jaren geleden braken vulkanen uit en bedekten de regio met een dikke laag vulkanische gesteente. Door de erosie van wind en water werd een zachte gesteentelaag weggesleten, waardoor unieke rotsformaties ontstonden. Het is echt big, big business hier. Ja, dat is... Af en aan rijden die landrovers met die manden. En die manden, dat zijn gewoon manden waar misschien wel 20 man in kunnen of zo. Ja, ik denk het ook. Nou, tel uit je winst. Het is natuurlijk het landschap wat mooi is, maar ook in combinatie met die gekleurde ballonnen maakt het eigenlijk een soort magisch, een beetje sprookjesachtig tafereel. Nou, gelukkig dat we dat hebben gezien. En we gaan nu naar een ondergrondse stad. Je hebt heel veel ondergrondse steden hier in deze omgeving. Er zijn er 200 ontdekt uit een... Ver verleden. Heel ver verleden. Ja. Dat was de Griekse christenen die moesten vluchten voor de moslims. En dat ging heel hardhandig. Dat was niet zo, die moslims zeiden, ga jij maar mee. Nee, als het uitkomt, dus wilt u dan even? Nee. Er waren gangen bijna 9 kilometer lang. Ja. En ze hadden toch een systeem dat ze lucht kregen, zuurstof kregen. Het was soms 9 verdiepingen hoog. Ja. Dat moeten we echt gezien hebben. Ja, daarom, dat is hier een ding en dat vind ik ook wel bijzonder. Kijk, de... wereld boven is natuurlijk hartstikke mooi hier. Prachtige natuurverschijnsel, maar de wereld hieronder is ook heel bijzonder. Ja. We gaan op naar Derinkuyu, een van de grootste overgebleven ondergrondse steden van Turkije. Nou pa, we kunnen na deze trip ons eigen Dakar-team nog wel oprichten. Ja, hier hebben we zo'n ding. Hier even gang houden. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Zo, we zijn er. Derinkuyu. Ja. De underground city. Nou, we zijn nog boven de grond. Ja. En boven de grond is niet het allermooiste wat we zien. Nee, maar wel meer lichtdenkers dan beneden. Of hebben ze gewoon 220? Ik denk inmiddels wel. Weer te veel gevraagd. Dat weet ik niet. Maar ik heb wel voor zekerheid even mijn hoofdlampje mee. Oh ja. Op naar de underground city. We gaan afdalen.
heb ze heel veel in de lappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat kost dat? 600. 600. Ik heb er geen veel. Nou, dat is zoiets als 18 euro volgens mij. Ja, je hebt nog heel, je bent een rijk man. Ik heb gisteren 130 euro en een stapel geld. Ja, echt. Je, moet, je hebt er bijna een heftruck voor nodig. We hebben wel een beetje slechte timing, want we zijn tegelijkertijd met een hele buslading vol Aziatische toeristen. We moeten eerder zijn, pa. Hop, hop. We willen opschieten om die grote groep voor te blijven. Thank you. You're welcome. Oké. Nou, daar gaan we dan. Ik heb maar even een lampje op mijn camera gezet. Hoe staat de pijl hierheen? Het lijkt de IKEA wel. Als je de pijlen volgt, dan komt het vanzelf goed. Ja, bijzonder, hè? Derinkuyu is een indrukwekkend ondergronds complex. Het werd gebouwd door de Hethieten rond de 7e eeuw voor Christus. En later uitgebreid door de christelijke gemeenschappen in de regio tijdens de Byzantijnse periode. Het diende niet alleen als schuilplaats, maar ook als een volledig functionerende ondergrondse stad. Het heeft een complex netwerk van tunnels en gangen die het mogelijk maakten om te communiceren tussen de verschillende delen van de stad. Kijk, ja, en het is ook een beetje zwart geblaakt hier, want in de loop van de jaren hebben ze hier natuurlijk met fakkels gelopen, want dan hadden ze nog helemaal geen stroom. Hé, hey, daar is de groep weer. Nou, we gaan even een ander tunneltje in. Sommige gangetjes zijn echt mega krap. En ik ben pa ook kwijt. Pa. Pa. Oh, hier. Hier? Ik was je even kwijt. Kijk uit voor je hoofd. Kijk, hier is zo'n molensteen. Ja. En die kon zo voor deze ingang geschoven worden. En dan konden ze de hele stad barricaderen. Juist. Ja. Zo, een ding, hè? Ja. En in deze ruimte, in de ondergrondse stad, werd dan het vee gehouden. We zijn één verdieping naar beneden gegaan. En het vee, dus de dieren, stonden dan redelijk aan de oppervlakte, zodat ook de giftige dampen snel naar buiten konden. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. En het zorgde ook nog dat de stad redelijk geïsoleerd was door de warmte van de dieren. We zijn lekker aan het dwalen door alle tunneltjes. Hier hebben we weer zo'n ventilatie gehad, zeker? Ja, nou, ik zit voorlopig even alleen tegen jouw gat aan te kijken. Je moet echt geen last van claustrofobie hebben. En de gangen van deze stad lopen tot zo'n 80 meter diepte. Het wordt steeds krapper hier. Ik ben 1,88. Nou, dat waren de mensen rond die tijd niet. En zo'n tunnel verbindt dan de ene ruimte met de andere ruimte. We zijn heel benieuwd hoe hier de mensen en dieren konden ademen onder de grond met zoveel mensen. Ja, zo'n stad moet natuurlijk ook geventileerd worden. En eens even kijken. Als het goed is moeten we hier 5 meter doorlopen. Ja, maar dan gaat er een gat omhoog waarschijnlijk. Even kijken. Dit is gewoon de ventilatie. Dit is de ventilatie voor de stad. Meerdere plekken gaan. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk, hier gaat lucht in en uit. Nou, belangrijk. Want ventilatie, ja, nou sterker nog, je kan er niet zonder natuurlijk. Er zijn zoveel mensen en dieren hier leeft. Ja. Bij elkaar zaten misschien een paar honderdduizend mensen in deze regio. Al die ondergrondse steden. Ja. Al die ondergrondse steden. Als jij een vieze wind laat, hè? Dan is hij zo weg. Gebeurt regelmatig, dan wordt het toch afgevoerd. Het sluit door het kanaal. Ja, precies. Daar komt ook dat woord kanaal vandaan. Dat zeg je dan met kanaal. Ja, dat is het kanaal. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, waar gaan we verder? We zijn nu in de kerk aangekomen. Ja. Nou, je zou het niet zeggen, maar ja, hier werden vroeger kerkdiensten gehouden. Want al die mensen, ja, die duizenden mensen, wilden ook een kerkdienst bijwonen. Ja, en in zo'n ondergrondse stad overlijden er ook mensen natuurlijk. En die werden dan hier begraven. Ja, loop maar verder. Oh, je hebt geen zin. Doe zin op maar. Het is nog niet jouw tijd. Het is mijn tijd en niet, moet je kijken. Ja, dan ga toch eens even kijken hoor. Oh, er staat ook zo'n lamp op mijn camera, maar ik zie niks meer. Nou, ik ben er bijna. Even kijken hoor, dit is toch wel echt zo indrukwekkend. Dit is dus de plek waar mensen dan begraven werden of ja, gecremeerd. Ik heb geen idee hoe ze dat deden. Gaat ie? Ja. Zo. Ja. Ja, dit waren dan gewoon woningjes. Om de zoveel meter heb je in dat gangenstelsel zo'n ruimte. Maar het is wel een flinke klim. Nou, pa, het is echt. Ja. Ja, en redelijk claustrofobisch.
Ja. Maar ook wel heel, heel bijzonder. Ja, verschrikkelijk mooi. Ja, heel mooi. Je weet echt niet wat je ziet. We zijn een beetje buiten adem, maar... Nou, hier dat ventilatiesysteem weer. Kijk, alle ruimtes zijn verbonden met dit ventilatiesysteem. Al die verdiepingen in die stad. Nou, we zijn weer een etage omhoog. Ja, dit is de living room, Kees. De living room, oftewel de huiskamer. Ja, ja, hier een zeker. Dat weet ik niet. Ben je de pijlen kwijt? Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, laten we het risico maar nemen. Hier staat een pijl. Oh. Het is goed. Oh, toch. We gaan hier de brug over. De brug in de stad. Laag, joh, hier. Ja, joh. Ik hoop maar dat de boel niet instort. Lijkt me niet na 3000 jaar. Dat is al eerder gebeurd. Er waren in deze regio een kleine 40 van deze ondergrondse steden. Helaas niet allemaal bewaard gebleven. Kees, ga je naar de school? Ja. Dit is de school, hè? Ik heb hem niet afgemaakt. Dus ik ga hier mijn vervolgstudie doen. Klinkt dan beter, hè? Nou, je hebt je lampje op. Kinderen gingen naar school. Ik hoef niet meer naar school op mijn leeftijd. Nee. Hè? Ik kom wel terug. Ja. Waarschijnlijk kom ik terug als een wijs man. Ja, wie weet. Nog meer boeiende informatie vertellen. Ja. Oh. Nou, pa, kom toch even achter me aan. Nou, je hebt geen schoolbus nodig. Gaat daar niet mee. Weet je nou een scheet? Ja, maar een goed ventilatie. Nou, dat is toch niet normaal. Ja, maar dat is een super goed gedraagsysteem overal. Kom allemaal Aziaten achter je aan straks. De vrouw onder in beeld was al voorbereid en heeft haar mondkapje op. Even de brug over en dan ben je in het klaslokaal. Oh yes. Kijk hier. Yes. Je begint al helemaal Engels te praten. Ik spreek gewoon Nederlands, hè? Er hebben hier tot 1923 nog mensen gewoond, ja, hè? In die zaken, ja. Ja, dus in 2000 jaar is er ook een stukje hier natuurlijk vooruitgang geboekt. Ja. En dat zie je onder andere in... Ja, deze gewelfde plafond wat ze hier hebben gemaakt. Ja. Ja, want zo'n grote ruimte heeft natuurlijk meer kans op instortingsgevaar. Daar hebben we een ventilatie. Ja. Maar ja, het is schitterend dat je bedenkt dat die mensen een paar duizend jaar hier geleefd hebben. Ja. En nu kijk ik er toch ook wel weer uit om richting de exit te gaan. Ik heb lang genoeg onder de grond gezeten. Ik kan me echt niet voorstellen dat mensen zo lang onder de grond kunnen leven. En dan met heel veel tegelijk. Het lijkt me echt een... Een nachtmerrie. Ja, en er is weer licht aan het einde van de tunnel. Heerlijk weer daglicht en frisse lucht. We rijden weer terug naar Uchisar en moeten nog even een ballonvaart regelen voor de volgende dag. Het is een hele industrie hier. Je weet echt niet wat je ziet. Maar kijk, je kan hier kots huren. En er staat er niet één, niet twee, nee, er staan er honderden. Dit hele dorp is ingespeeld op alleen maar... toerisme, de luchtballonvaarten hier. Je ziet ook Aziatische restaurants. Er zit een Burger King. Dat het, het is een soort attractiepark. Natuurlijk. Maar als je van de zomer komt, over 2-3 maanden. Ja. Nou. Dan weet je, dan lijkt me dat een hele andere beleving als hoe wij dat meemaken. Nou, eens even kijken of dat ze hier ons kunnen helpen. Ja. Er zijn zoveel aanbieders. Je ziet door de luchtballonnen het bos niet meer. Het is lekker rustig op kantoor. Is dat wat voor mij, Kees, dit? Dat is wel wat voor jou, ja. Ja, maar dan heb ik liever dat zij het doen. Even kijken, hoor. Zij... Ja, oké, dus je wil deze activiteit, maar dat zij het uitvoeren. Ja, zij mag het ook het doen. Zij mag maakt mij niet uit, hoor. Nee, oké. Okay. Nou, dat kan ook. Kijk maar hier. Oh, ja. Ja, nou, we kunnen het altijd even vragen natuurlijk. Wat? Kijk, pa, je kan ook nog... een jurk aan in de luchtballon. Ja, jurk. Rent the dress is wel leuk voor de gelegenheid. Hallo. Hallo. Ja, thank you. Nou, we zijn gewoon bij de eerste naar binnen gegaan en we hebben gelijk beet. Nou, voor 60 euro. Ja, dat is toch niet te veel? Nee, ja, dat lijkt me eigenlijk ook 60 niet. 60 euro is een goed prijs, hè? Dat is een goed prijs, hè? Yes. Nou, morgenochtend gaan we de lucht in. Ja, ja. Is toch spannend? Half acht. Ja, half acht. Pick up time, we will send your message. Oh, top. Thank you very much. Till tomorrow. Ik heb het over het geld. Ja, het is niet duur, hè? Dan gooien ze ons halen weer uit, zeker. Ja, dat denk ik ook. €150. Ik hoorde van iedereen die zei, je bent €250 kwijt. €120, twee man. Ja, voor twee personen. En we hebben niet eens prijs onderhandeld. Nee, helemaal niet. Ik voel een beetje nattigheid. Ik ook. Hè? Dat klinkt eigenlijk een mooie waarde zijn. Ja, het is te mooi. Er zit een addertje onder het gras. Ja. Of worden er tijdens de ballonvlucht allemaal sponsorberichten? Dat was een heel aardig meisje. Het was een heel aardig meisje. Ze zijn allemaal aardig. Ja.
We gaan weer richting Love Valley, waar we al stonden de afgelopen dagen. Maar we hebben gehoord dat er een nog spectaculairdere plek is om te overnachten. Dat gaan we maar eens even uitzoeken. We proberen het mooiste plekje te fixen. Ja. Kijk, wil je dat uitzicht zien? Hou hem recht, maar. Hou hem recht. Huh? Ja. Kijk, als wij hierboven gaan staan, dat is echt briljant. Kijk eens, wat een uitzicht. Dit is wel de meest spectaculaire camperplek die we ooit hebben gehad. Stop maar hoor, van mij mag je stoppen. Dit is echt of... Het lijkt wel of dat de vooruit zeg maar is behangen. Met een... Dit is gewoon... Dat is ik kan het niet onder woorden... ik kan het gewoon niet onder woorden brengen. Nee. Dit is... Ja. Dat heb je nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit meegemaakt. Dit is... Nou, ik krijg... Ja. Kippenvel. Ja. Oh. Kippenplek. Shit. Ja, maar dat kost wel aardig geld. €2. Ja, dat kostte €2. Heb je de handrem erop staan? Heel goed. En ik laat hem ook eens even stellen. Klinkt als een prima idee. Want ja, je moet er toch niet aan denken. Vind je het ook mooi, Chico? Vind jij het ook mooi? Het is echt niet te doen, joh. Moet je kijken. Het valt niet te omschrijven hoe mooi dit is. Ja, en zeker ja, als de zon schijnt is het natuurlijk nog mooier. Daar is nog een barretje, een souvenirshoppie. Maar wel weg van het massatoerisme, dat is wel duidelijk. We hebben alleen onze achterbuurman hier staan. Een hele gave... Wat is het? Mercedes-truck? Zoiets? En wij. Oh, Trixie! Vind jij het ook mooi? Ja, hè? Trixie ziet het ook wel zitten. Ja, wel een beetje uitkijken met de honden dat ze hier niet de ravijn instorten. Nee, ik zet Trixie aan de lijn. Maar ik zou Trixie niet verder kijken. Nee, precies. Trixie kent dat wel, hoor. Ja, Trixie ziet hier wel mogelijkheden om eens lekker uit haar dak te gaan. De naam Love Valley komt natuurlijk ergens vandaan. Had jij het al opgemerkt? Die drie dingen die hier staan, dat is formaat van een reus. Van wat voor ding dan? Nou, die piemels die er staan. Nou ja, er wordt gezegd, het lijkt zo op puntmutsen. Nou, ik zie gewoon allemaal piemels uit de lucht komen hier. Ja. Toch? Ja, tuurlijk. Ja, kan naar mij liggen, maar... Ja. Je zou er jaloers op worden? Ja, zeker, zeker. Ja. Of zijn het asperges? Dat kan ook nog. Dat vind ik ze ook wel een beetje blij. Oh ja, dat is waar. Ja, laten we het op asperges houden. Ja, wat veel asperges hier. Kees, even overnieuw. Het lijken net dikke asperges. Hele dikke asperges, ja. Daar lijken ze erg veel op. Ja, versteende asperges, dat zijn het. Ja. Verder rest doet het me aan helemaal niets denken. Nee. Hé, Kees, ik ga even kijken of hij met je recht staat. Ja, nou, ik vind de hand erin eigenlijk belangrijker. Ja, kom maar. En stop maar. Stop. Ja, je moet iets terug. Ja, stop maar. Ja, als je hier doorschiet, dan heb je echt een probleem. Dat wordt een spannende nacht zo vlakbij het ravijn. Morgenochtend moeten we vroeg uit de mand voor onze ballonvaart. Zo, daar zijn we dan, pa. Voor dag en dauw. Ja. Het is, half zes ging de wekker. Half zes ging de wekker, ja. Maar het is al een drukte van belang hier in het dorp. Ja. Want die hele industrie, je ziet ze overal voorbij rijden. Die jeeps met ballonnen. Ja. Of tenminste, de manden en de ballonnen achterop. En ook van deze shuttlebusjes. Tientallen. Ja. Hè, om al die mensen op te pikken. Om naar dat punt toe te gaan waar vandaan we starten. Ik voel van Wintersportdorp 's morgens om 8:30. Ja. Kom ik alles op gang. En wij staan nu even te wachten tot we opgehaald worden door de shuttlebus. Om naar de plek te gaan waar vandaan we opstijgen. Oh, daar komt ons vervoer al. Wil je wel een muts op? Zo lachen, deze verhuren ze ook. Tegenwoordig alleen met chauffeur te boeken,
Want vorig jaar is er zo'n soort auto een ravijn ingereden. Mensen halen echt hele gekke fratsen uit voor een mooie foto. Zo, de bus is er. Instappen maar. Nou, dan gaan we zo varen. Ja, gaan we varen. Klinkt raar. Varen, varen. Mandje varen. Ja. Ik hoop wel dat er een bodem in die mand zit. Voor die prijs, 70 euro. Wat was het, 60 euro? Ja, ja, daar zit een appertje onder. Is wel een ja, er zit geen bodem in, denk ik. Nou, daar gaan we. De ballonnen worden opgeblazen. Op een drukke zomerdag gaan hier soms wel 150 hete luchtballonnen de lucht in. Met ieder zo'n 20 passagiers. Nou, reken uit je winst. Hij staat ook te genieten van alles wat hij om zich heen ziet op deze vroege ochtend. Gaaf, hè, pa? Nou, super gaaf. Ja. Hallo. Nou, daar gaat hij, hoor. Het is een flinke hoge opstap. Lukt dat, pa? 3. Zo, hij staat, hoor. Nou, maar er zijn niet zoveel 75-jarigen bij. Nee. Welcome to Cappadocia, welcome to Rainbow Ballon. My name is Bedirhan, I am your second pilot today. Een ballonvaart stond nog op mijn bucketlist. En het op een van de mooiste plekken op deze aarde doen is natuurlijk super vet. Oh, wat een ding, joh. Oh, het is wel lekker warm. Ah. Het is een bijna onwerkelijk tafereel. Ben jij er klaar voor, pa? Ik wel. Oh, ja, daar gaan we. En we varen, pa. Ja, we varen. Ik heb geen idee hoe dat werkt, maar volgens mij kunnen ze ook een soort van sturen. Ja. Lijkt het op? De vaart duurt ongeveer 3 kwartier en de wagens rijden alvast naar de mogelijke landingsplaats. Wij moeten langs deze ballon manoeuvreren, maar dat is nogal ingewikkeld. Maar die gasten doen dat iedere dag. Tenminste, dat neem ik aan. Hij kan echt draaien, zie je dat? Ja. Ja. You can turn with it. Yeah, good morning. You can turn with it. Yeah. I'm just I never knew. Around. Yes, sir. Very cool. Yeah. To the police. Zonde, kom op, sir. Pa is ook aan het vloggen. Ja, ik ben ook aan het vloggen. Die ja. Neemt een stokje over. Ja. Oh, maar ja. Dit is toch echt geweldig, pa. Ja. Ik sta echt zo te genieten. Ja. We zijn niet de enige. Ik denk dat er zo'n 20, 25 mensen in de mand staan. Maar ondanks de vele mensen in de mega grote mand, kan je alles goed zien om je heen. Want ze draaien de ballon regelmatig. Het is eigenlijk helemaal niet eng of zo. Je hebt geen last van hoogtevrees. Even naar Chico en Trixie zwaaien. Ja. Naar beneden. Ja. Do you steer with this cord? En ze kunnen ook een beetje sturen door verschillende luchtlagen op te zoeken. Ja, dan maak je allemaal weer mee op je oude dag, pa. Nou, zeker. Ja. Ik vind het zo knap dat met zoveel ballonnen in de lucht dat ze niet tegen elkaar aanvaren. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Maar je hoort ook steeds meer over die marifoon natuurlijk.
dat ze contact of vanaf de grond en ja, dat bestuur. Ja, precies. Kijk, de gasfles is leeg. Oh ja. Dan gaan ze door naar de volgende. Het is wel leuk om te zien hoe dat allemaal werkt. Ook met dat sturen van zo'n ballon. Ze kunnen dus een ballon sturen. Het is een soort van koortennetwerk hier binnen die ballon. Kijk daar. Van zulke soort dingen. En dan kunnen ze toch een beetje sturen. Ja. Kijk joh, nu ga je gewoon vlak over zo'n dorpje heen. Dat is wel heel cool. Do you like it? Yeah. Really like it. Not afraid anymore? No. Not anymore. No, hè? Zo, we gaan goed laag nu. Ja. We zitten bijna in de achtertuin van de mensen. Je kan zo die daken aanraken. Ja. Maar ik kan wel varen. Je zou zo die borden eraf varen. Maar we gaan ineens weer snel stijgen en krijgen een prachtig uitzicht over dit landschap. En daar is de trofee van deze ochtend. De zon komt op achter de bergen vandaan. Dit maakt het nog mooier door de prachtige kleuren die ontstaan. We hebben echt mazzel, want deze weersomstandigheden zijn er zeker niet iedere dag. En al helemaal niet in deze tijd van het jaar. Deze ballonnen onder ons, die zijn al net geland. Je ziet al die auto's rijden met die kader achter. Om die ballonnen weer op te halen. De piloot probeert wel een beetje een mooie landingsplek te fixen. Kijk, hier onder ons is een grote vlakte. Daar kan je natuurlijk perfect landen. De landing is ingezet, Kees. Ja, we zakken in één keer flink. Nou. Zo, dat gaat snel, dat zakken. Ik heb een mooi plekje gezien. Ik voel het ook aan mijn oren dat we snel zakken. Ja, hè? Ja. Even klaren. Nou, maar hopen op een zachte landing. Ja. Moet je ook altijd maar afwachten? Ja. Nou, ik denk het wel, want de atmosfeer is echt heel rustig. Heel vakkundig. Ja. Ja. Tot nog een stukje omhoog voor de perfecte plek. Yukarıda olur, çık yukarıya. Nou, hij kan zo precies sturen dat hij hem zo op die trailer landt, volgens mij. Gaat hij hem nou echt op die trailer landen? Dat zou toch wel echt heel bizar zijn. Ja, kijk. Hij zit hem zo op die trailer. Dit is toch briljant? Nee. Hier. Nee. Nee. Oh, nou, dit is echt. Dat is toch niet normaal, die man. Nee. Hij landt dus die luchtballon gewoon. Ze moeten hem later optillen. Op een trailer. Dit ding is zwaar, dan zou je heftig nodig hebben. Ik heb dat nog nooit gezien. Maar pa, wat vond je ervan? Perfect. Denk niet dat ik het hoef te vragen. Nee. Maar het was een hele bijzondere ervaring. Hè? Heel bijzonder, hè? Toch? Zeker. Ja. De mand wordt vastgemaakt aan de trailer en we krijgen nog een attractie. Oh, we zitten nog in de mand, maar we gaan rijden. Maar we krijgen een extra beleving. Kijk, die ballon hangt er nog boven. Hier. Ze gaan op zoek naar een goede plek om de ballon leeg te laten lopen. We rijden gewoon door het weiland heen. Dit is toch wel geweldig. Blijkbaar kan hij hier ook nog sturen. Heeft het ook nog functie? Ja. Kijk, hier staan die heren te trekken aan zijn koorts. Ja, dat zult hem zo. Ja, dan laten ze hem hier zakken waarschijnlijk. Ja. Hij hield zijn aansteker de lucht in. Dan kan hij zien waar de wind vandaan komt. Ja,
Dus ze trekken met z'n drieën aan, aan dat koord om die ballon te laten zakken. Ja, daar gaat hij hoor. Kom je gaan. Het is een geoliede machine, want het busje komt ons ophalen. Alles perfect getimed. Ja, ik weet echt wat ze doen hoor. De boel wordt als een razende weer ingepakt door het team. En nu nog even de mand uit te zien komen. Oké. Kijk, hoe zit het? Oh, hier. Wat hè? Ja, Tom. Dan ga ik stek af wat. Kijk, daar gaat waar. Wordt geholpen door deze meneer. Oké. Rustig, ja, doe maar voorzichtig. Nou, hey, geweldig. Thank you. Thank you. Zo, we staan weer met beide beentjes op de grond. Ja. Na de landing is het gebruikelijk dat je proost met champagne. Nou ja, champagne, het is het idee. Na afloop kan je in je lege glas dan een fooi geven. En dat doet iedereen ook. Zeker. Op een veilige landing. Ja. De politie rijdt achterlangs. Magisch moment zo. Ja. Super. In de volgende vlog zie je dat we een nog mooiere plek hebben gevonden voor de VB00PA. Alleen is het misschien net iets te risicovol. We staan op een soort van klif. Ja, het is wel een beetje angst en beven. Je vindt het een beetje spannend, hè? Ja. Als je doorschiet, ja? Dan liggen we met z'n vieren een ravijn. En staan er de volgende morgen ineens tientallen influencers om onze camper heen tijdens de zonsopkomst. Volop komen ze nu met de zonsopgang, komen ze filmen en een hele opstelling maken, huwelijksaanzoeken doen. Toen ik mijn huwelijksaanzoek heb ik achterop de sigarendoos van Adi de Vader geschreven, wil je met me trouwen? Ja. Nou, en dat vonden wij al heel romantisch. Ja. We hebben elkaar een zoen gegeven en toen was het klaar. Die man is al 7 keer op zijn knieën geweest. Ja. Je hebt bijna kniestukken nodig. Nee, over, nee, over. Weer over. Weer een plukje. En weer een zoen. Ja, en ze kijken inmiddels ook niet zo blij mee. Nee, het is gewoon niet leuk meer. Danspasjes doen. Danspassen ingestudeerd, speciaal voor dit moment. Ja. Nou, dat is onder andere in de volgende vlog. Maar we gaan nog iets leuks doen, want... Chico Peert er meer. We gaan nog iets leuks doen, want we gaan met de vereniging de voorjaarstocht doen. We gaan met 17 boten richting Woudrichum of Woerkum, hoe ze dat ook noemen. Volgens mij in de volksmond een beetje Woerkum. Nou, hartstikke leuk natuurlijk voor de eerste keer weer dat de DAF 615 in de VB002 weer wordt opgestart. En dat we met hele leuke, gezellige mensen van deze vereniging die kant op gaan. Nou, mijn pa is op de heenweg mee geweest en Mirjam op de terugweg. Dus het was een gezellige boel. We zijn nog even naar Slot Loevestein geweest. Dus nou, dat zie je dus onder andere ook in de volgende vlog. En wacht even. Ja. 13 april. Je weet waarschijnlijk wel wat er dan aan de hand is. Dan is de meet and greet van de volgende bestemming. Heb je altijd Theo het hemd van het lijf willen vragen? Of mij een... Ja, heb je een brandende vraag voor mij? Of zou je Chico willen aaien of Trixie willen zoeken? Als ze weer zoek is... Dat kan. En mijn pa die rijdt dan samen met Tini de VB00PA naar het terrein. En ik vaar de VB002 samen met Chico en Mirjam volgens mij. Die gaat ook mee naar Jachthaven Westergoot in Dordrecht. En de meet and greet is dan van 11 uur in de morgen tot 3 uur in de middag. En aanmelden als je dat zou willen doen. Heel fijn, dan weet ik een beetje hoeveel mensen er komen. Kan je doen via de link die staat in de beschrijving onder mijn video. En ik sta hier met een brandblusser in mijn hand. Ik heb het er al eerder over gehad, maar die dag is het bedrijf Deck Control ook keuring aan het uitvoeren aan veiligheidsmateriaal. Maar het is ook brandblussers. En voor 7 euro kan jij jouw brandblusser of blussers laten keuren. Dus neem hem mee uit je huis, uit je auto of uit je boot. Toch, voor die 7 euro hoef je niet te laten. En dan krijg je een certificaat voor de verzekering. Dat is wel zo slim. Ja toch? En dan is het weer veilig. Vond je het een leuke video? Like hem eventjes, daar help je mij mee. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal van de volgende bestemming? Doe dat dan even, daar help je mij mee. En druk dan dat belletje in, want dan hoor je precies wanneer wij weer op jouw beeldscherm verschijnen. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende bestemming. Ik wilde het toch graag een keer doen. Zal ik hem even testen?